Nou gaan wij snel door naar deze wervelende quiz. Gaan we nu door naar een volgende ervaringsdeskundige die in de loop der jaren wel heel wat surfervaring op heeft gedaan. En dat is, dames en heren, niemand minder dan onze eigen Anouk. Anouk, welkom. Leuk dat je er bent. Je bent naar Bolivia geweest. Ja. Dus niet naar Bangladesh. Nee. Oh, ik dacht dat jullie waren ingekakt. Anouk, maar je komt hier niet vertellen dat je naar Bolivia bent geweest en hoe leuk dat was, neem ik aan. Dat vind ik ook heel leuk. Nou, mag ook. Het was heel leuk. Mooi. Dankjewel, Anouk. Nee. Je loopt al een tijdje mee bij World Servants. En in je dagelijks leven ben je... Geestelijk verzorger. Misschien moet je wel even uitleggen wat het betekent als je geestelijk verzorger bent. Ja, het meest makkelijke uitleg is een soort dominee. En ik werk dan als dominee met mensen met een verstandelijke beperking. Yes, dat is heel duidelijk. En daarin heb je wel wat keuzes gemaakt omtrent het dienen van mensen. Ja, zeker. Ja, in mijn werk dien ik veel mensen en leren mensen mij ook heel veel. Dus het gaat wel beide kanten op. Maar het was nog wel anders, want ik ging elke avond naar huis. En dan zat ik weer zelf thuis. En dan zaten de mensen met wie ik werk ook weer in hun eigen huis. En nou ja, ik weet niet, je hebt ook heel lang alleen gewoond. Maar ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik word er geen leuke mens van om alleen te wonen. Nee, daar heb je gelijk in. Ja. Oké, okay. Ik kom er nu heel slecht vanaf, dat weet ik. Maar het is al goed met mij gekomen hoor. Maar ik ga er niet over vertellen, want het leidt een beetje af. Hij gaat bijna trouwen. Oké, ja, oké. Nog 2 weken! Nou, inderdaad, dat kan je wel zeggen. Goed, terug naar Anouk. Jij bent ook niet meer alleen. Vertel daarover verder. Ja, ik ben ook niet meer alleen. Ik ga niet trouwen. Ik woon inmiddels in een huis met 9 mensen. Ik ben verhuisd naar een huis waar mensen met en zonder verstandelijke beperking samenwonen. We wonen met 5 mensen met een verstandelijke beperking en met 4 mensen zonder verstandelijke beperking. Wel allerlei andere beperkingen. En we proberen zo gelijkwaardig mogelijk samen te leven. En wat is jouw rol in die gemeenschap? Sommige mensen hebben wat meer hulp nodig. Dus die hebben bijvoorbeeld hulp nodig bij douchen of aankleden of het geven van medicijnen. Maar verder is het ook gewoon eigenlijk een groot gezin. Samen eten, gezellig aan tafel zitten, samen spelletjes doen, samen wandelen. We leven eigenlijk als een grote familie. Best een heel groot outgrow-moment geworden. Hoe ben je dan tot die stappen gekomen? Want ik denk niet toen je op de middelbare school zat dat je dacht, oh, ik ga later dat doen. Nee, dat klopt. Ik heb wel al langer gedacht van, het zou leuk zijn als ik in een woongroep kon wonen. Iets meer samen kon delen met mensen. Ik vind het ook ingewikkeld dat iedereen een eigen wasmachine heeft bijvoorbeeld. Of iedereen een eigen auto. Waarom delen we geen dingen samen? En vorig jaar was ik in het Stiltehuis in Nijmegen, daar ga ik graag naartoe. En daar dacht ik nog eens na over mijn wens voor een woongroep. En ik wist dat er een gemeenschap werd opgestart in Haarlem. Dus ik dacht daaraan in het Stiltehuis en ik was thuis en toen ging ik even googlen en toen hadden ze een vacature voor een inwonend begeleider. En ja, dat voelde echt alsof het zo moest zijn. En ook wel alsof het een stukje van God was wat daar was. Dat ik daar mocht gaan wonen. Ja, het klinkt eigenlijk of het allemaal hele logische kleine stapjes achter elkaar waren in een tijdspanne van een aantal jaar. Ja. Ja, en het is heel mooi dat het dan ook nu echt op zijn plek lijkt te komen. En vooral dat we, ik heb denk ik het meest in mijn leven geleerd van mensen met een verstandelijke beperking. Mensen met een verstandelijke beperking hebben mij geleerd dat ik er mag zijn en dat gun ik eigenlijk iedereen. Ja, gaaf. Er zitten heel veel mensen in de zaal die net als jij een heel gaaf project hebben gehad. En die geen geestelijk verzorger zijn, maar vast wel iets met hun ervaring willen gaan doen. Misschien heel bewust, misschien onbewust. Wat wil je ze nog meegeven? Je stelde mij die vraag en ik vond het wel leuk. Jij zei, jij bent van zelfstandig wonen naar begeleid wonen gegaan. En dat vond ik wel een mooie, dat is een beetje de omgekeerde samenleving of zo. Want we streven altijd maar naar zo zelfstandig mogelijk en zoveel mogelijk voor jezelf. Terwijl ik juist het meest geleerd heb van die mensen waarvan je denkt dat ze minder zelfstandig zijn. En ik moest even terugdenken aan het verhaal van vanmorgen. Volgens mij was het verhaal uit Donje, waar ze vertelde over de gehandicapte man. En Gerben vertelde over de dorpsgek. En ik vond het bijzonder dat juist deze verhalen naar boven komen bij jullie.
Omdat dit misschien de mensen zijn waarvan je in eerste instantie denkt dat je het minste op ze lijkt. Dus de mensen die ver weg staan, die misschien in eerste instantie een beetje raar of gek voelen. Maar ik wil jullie uitdagen om misschien wel net zoals Jezus juist met die mensen op te trekken. Want dan ga je ontdekken dat het mensen zijn en dat we allemaal mens zijn. En dat je daar zelf meer mens van wordt, maar dat ook die ander daar meer mens van wordt. En, dat is mooi. Yes, gaaf. Cool. Dankjewel Anouk. Wij gaan naar een heel mooi nummer van de band luisteren om hier nog even verder over na te denken.